Hallo, mijn naam is Olave Bassabose. Het is mijn grote eer om u te mogen verwelkomen tot de 9e lezing, dus de ene na laatste lezing van het 2021-2022 studium Generale Gent. Ik ben de coördinatrice van het studium Gent, voor degenen die dat niet weten. Nou, alvorens ik onze spreekster van vanavond aan het woord laat, eerst een korte toelichting op de keuze voor het jaarthema zorg. Nou, velen van jullie hebben dit heel vaak gehoord, I know, but we do it every time still. Het huidige Studium Gent-team ving haar werkzaamheden aan in september 2020, aan de vooravond van de tweede COVID-lockdown in België. De snel veranderende COVID-maatregelen in het onderwijs en de culturele en evenementensector, waar wij net onder vallen in beide, eiste het maximale van onze flexibiliteit en creativiteit om het jaarprogramma dat we hadden geërfd van onze voorgangers naar behoren uit te voeren. Het was een complexe en belastende situatie die velen met ons deelden. Misschien herkennen jullie dat nog allemaal, de essentiële werkers die toch door moesten werken in onveilige omstandigheden, de beleggers die hun gelden zagen soort van verdwijnen op de financiële markten, jongeren die niet naar school konden of met hun vrienden naar buiten konden, ouderen die vaak in verzorgingstehuizen vast zaten, festivalorganisatoren die ineens geen festivals meer konden houden, zorgprofessionals overwerkt, overbelast, onderbetaald, ouders, zelfs extraverten en politici, kortom iedereen. En alhoewel artsen, epidemiologen en politici steeds het erover eens leken te zijn dat COVID-19 voor de meeste mensen geen ernstige risico vormde, zijn de meesten van ons toch bereid geweest om de belastende gevolgen van de COVID-maatregelen te dragen. We weten nu 2 jaar na conto dat de meeste van ons er financieel, mentaal, sociaal en zelfs fysiek erop achteruit zijn gegaan. Dit alles om de minderheid van mensen te beschermen die langdurig ernstig ziek konden worden of overlijden door het COVID-19-virus. We hebben met z'n allen veel opgeofferd om bescherming te bieden en miljarden aan euro's, dollars, peso's uitgegeven om zorg te bieden aan onze kwetsbare naasten. Maar wat het Studium Gent gaandeweg 2020... 2021 en nu ook 2022 opviel, is dat ondanks de grote opofferingen van de voorbije pandemieperiode, de wereldwijde trend van economische ongelijkheid enkel versneld is. Rijke mensen zijn versneld rijker geworden en arme mensen zijn versneld armer geworden. En sterker nog, terwijl een grotere groep mensen armer werden, werd de groep van ultra-rijken steeds kleiner. Toegang tot middelen, aandacht en macht werd in deze tijden van wereldwijde opoffering steeds meer geconcentreerd in de handen van alreeds ruimschoots bevoorrechten. Het studiumteam begon zich daarom zorgen te maken om de werking van zorg in onze maatschappij. De centrale vraag die wij in 2021-2022 daarom voorleggen aan de Studium Gent sprekers en jullie publiek gaat als volgt. Als het gros van de macht, de aandacht en de middelen richting een steeds kleiner wordende groep mensen gaat, kan dan een ethiek en een praktijk van zorg die richting veranderen? Nou, we hebben deze vraag voorgelegd aan wetenschappers, zorgprofessionals, kunstenaars, een schrijver, activisten en historici. Stuk voor stuk mensen die een uniek perspectief hebben op en voorstellen doen voor meer en beter zorg voor elkaar. Wij zijn onwijs dankbaar voor het grote enthousiasme waarmee elk van de sprekers reageerde op onze uitnodigingen. Stuk voor stuk waren zij bij onze eerste schrijven akkoord. En geloof ons, 10 lezingen organiseren met enkel de eerste keuze op je longlist is echt een unicum in het programmatievak. Wij menen dat dit een sterke indicator is voor de actualiteit en de noodzaak voor kritische reflecties en discussies rondom dit thema, zorg.
Nou, vanaf het moment dat ik zelf kennis nam van Fieps werk als schrijfster, popelde ik om haar uit te nodigen voor het studium Gent. En ik ben zo onwijs blij dat zij ingegaan is op onze uitnodiging om met ons mee te denken over zorg en literatuur. Fiep van Bodegom is redacteur bij De Gids en Extra Extra magazine. Ze is docent bij de afdeling Creative Writing aan Artes en Beeld en Taal aan de Rietveld Academie en schrijft regelmatig over literatuur. Daarnaast publiceert ze essays, proza en vertalingen. En het is echt de moeite waard to look it up on Google na vanavond. I have and I really loved it. In haar lezing van vanavond wordt aan de hand van voorbeelden uit de literatuur, onder andere uit de romans van Octavia E. Butler, J.M. Coetzee, de volgende vragen doordacht. Wat betekent zorg in de relatie tussen schrijver en lezer? Met wie worden lezers verwacht zich te identificeren en waarom? Welke vormen van zorg kunnen we bedenken binnen fictie die voorbij representatie gaan? Nou, voordat ik Fip van Bodegom aan het woord laat, ik heb je al gewaarschuwd, dit duurt lang. Dus nog even geduld. Nog even snel een paar woorden over zorg binnen de context van dit moment, deze ontmoeting tussen ons. Bij Studium Generale zijn we van de overtuiging dat weten ook voelen is, dat kennis geen cerebraal geïsoleerde bezigheid is, dat de ratio geen eigen leven kan leiden los van de emotie en de intuïtie. Nou, wetende dat de onderwerpen die we dit jaar aankaarten veel los kunnen maken, spreken we bij elke lezing over het zich over en weer committeren aan een set van intenties. Intenties die ons kunnen helpen met het vormgeven van de toon, de aard en misschien ook wel de schoonheid van onze treffen vanavond. Ik zeg dan wel intenties, maar ik bedoel eigenlijk maar één. De intentie om zorgzaam te zijn. Zorgzaam te zijn jegens de spreekster die we hebben uitgenodigd om haar ideeën, inzichten, kennis en misschien ook wel ambities met ons te delen. Zorgzaamheid dat haar de ruimte geeft om wellicht niet alle beste termen of jargon te gebruiken om, of zorgzaamheid dat ook haar de ruimte geeft om antwoorden niet te hebben, om keuzes te hebben gemaakt in waar ze het wel over wil of kan praten, om verkennend, zoekend en kwetsbaar te zijn met ons. Nou, ik wil jullie ook wijzen op de intentie om zorgzaam te zijn jegens elkander. Jullie kunnen in de chat online en tijdens de Q&A van alles zeggen tegen elkaar. En tegen ons ook. Wees zorgzaam daarin. Ik nodig ons allen uit om elkaars oprechtheid, waardigheid, leergierigheid en goede bedoelingen te respecteren. En om altijd voor ogen te houden dat dit een pedagogische activiteit is. Dan als laatste wil ik jullie vragen om zorgzaam te zijn jegens jullie zelf. Ik nodig jullie uit om bij ongemakkelijke inzichten, onverwachte feiten, pijnlijke gewaarwordingen, om zorgzaam te zijn tegenover jullie zelf. Zorgzaam door een nieuwsgierigheid te cultiveren. Voor die ongemak, voor die pijn misschien. Een nieuwsgierigheid, een blik naar binnen toe. Naar wat verandert deze uitdrukking of dit feit aan je zelfbeeld of aan je wereldbeeld? Hoe kom je aan die zelfbeeld of die wereldbeeld? Waarom ervaar je pijn als die in gevaar lijkt te zijn? En is die daadwerkelijk in gevaar? Samengevat, ik nodig jullie allen uit tot een intentie om zorgzaam te zijn tegenover jullie zelf, tegenover elkaar, maar ook tegenover onze gast van vanavond. En nu is de tijd gekomen waar jullie allemaal voor zijn gekomen. Willen jullie mij helpen, Fip, met een hele warme en hartelijke Studium Gent applaus welkom te heten op ons podium? Dank je, Olave. Elk verhaal is een relatie. 1. Jezelf verliezen. Lezen is een promiscue bezigheid, of in ieder geval het lezen van fictie. Ik hoop dat u allemaal die ervaring kent, jezelf te verliezen in een boek,
Je begint een beetje afgeleid. In je achterhoofd het avondeten. Iemand die je moet terugbellen. Een mail. De was. Alle dingen die voortdurend in je hoofd omgaan, terwijl je lichaam ook ondoordringbaar en onleesbaar in ruimte aanwezig is. Zoals je lichaam nu in deze zaal zit. Deels luistert het naar mij en deels gaat dit spoor van de innerlijke stem. Een stem die commentaar geeft op wat het ziet. De banale boodschappenlijstjes en klusjes die als een baantekst onder het nieuws, als ondertiteling bij het leven, eeuwig blijft doorlopen. Het afrollende lint van gedachtes waarmee het lichaam zichzelf registreert. Honger en ongemak en de stoel onder je billen en de geur van de persoon naast je en het eten zojuist en morgen. En alles wat de zintuigen naar binnen brengen. Het bewustzijn becommentarieert terwijl je ondertussen naar mij luistert. Eeuwig en constant gaat dat door. Maar dan lees je in een boek en val je in een ervaring die een ander voor je geconstrueerd heeft. En als je opkijkt in je stoel aan tafel is het buiten al donker. Of als je opkijkt omdat je Pink steeds slaapt, liggend op je buik in bed, steunend op je ellebogen, zie je dat het buiten al ochtend aan het worden is. Dat is wat een boek kan doen. Die stem tot zwijgen brengen en ons bewustzijn transporteren naar een andere plek, een andere wereld. Ik kan me eigenlijk geen transplantatie voorstellen die intiemer is. Nou ja, misschien ook wel. Hoe dan ook, vanavond blijven we bij literatuur, de fictie. En er is altijd de vraag wat de beste transportatie is. Die waar de transportatie makkelijk lijkt, omdat waar je naartoe gaat niet zo anders is als waar je vandaan komt. Of die waar je gedwongen wordt, of niet gedwongen, misschien wel verleid, om mee te gaan in een nieuw bewustzijn dat heel ver van je af ligt. Een ander geslacht, een andere leeftijd, een ander tijdperk, een andere soort. Misschien moet ik beginnen met een toelichting op de titel. Elk verhaal is een relatie. Het klinkt als een al te, hoe zal ik het zeggen, intieme uitspraak over zoiets algemeens als een verhaal. Maar toch denk ik dat het waar is. Een keten tussen de schrijver, haar leven, die innerlijke stem, de wereld daarbuiten, de lezer met hun eigen innerlijke stem en leven, en alles wat eerder is gelezen door beide van hun. Elk verhaal is een relatie en dat maakt het zo moeilijk voor de schrijver. Want zoals in het echte leven wil je de meeste relaties eigenlijk niet aangaan. Althans, ik niet. 2. Zorgen is kunst. De Amerikaanse kunstenares Merle Lederman-Yukelis, dit gebeurt in met Oost-Europese naam in het Engels, vertrok uit de Joodse buurt in Denver, waar ze was geboren als dochter van een rabbi of rabbi, om in New York naar de universiteit te gaan. Ze zei daarover in een interview: de jaren 50 waren een gekke tijd. Een gekke tijd om vrouw te zijn. Zo verstikkend en ik wilde vrij zijn. De kunstacademie en universiteit boden haar die vrijheid met de studentenprotesten in de jaren 60, waarin alle bestaande hiërarchieën leken te worden bekritiseerd en ondergraven. Ze was geboren in 39, dus ze werd volwassen in de jaren 50. Lederman-Yukelis vond inspiratie in haar docenten en voorbeelden zoals Jackson Pollock van de druppelschilderijen, die schilderde vanuit het hele lichaam, Mark Rothko en Marcel Duchamp, die ze grootvader Marcel noemt. Maar haar leven liep anders, of eigenlijk liep het zoals wat we doorgaans gewoon noemen voor vrouwen. Lederman-Yukelis kreeg een baby. Aan de ene kant stelde haar baby, dat stralend, robuust, gezonde wezen dat onafgebroken zorg nodig had, haar in staat om de wereld te ontdekken alsof die nieuw is, zoals de wereld voor een baby is. Aan de andere kant zag ze haar zoektocht naar vrijheid van expressie en om kunst te maken teruggebracht tot het verschonen van luiers. Ze had het idee dat haar hersenen het zouden opgeven of ontploffen uit verveling. Rothko, Pollock en grootvader Marcel hadden allemaal nooit een luier verschoond en leken plotseling niet meer zo radicaal voor de kunstenares die ook een jonge moeder is. Ze vond haar eigen oplossing. Als ik, en ik citeer, als ik de baas ben over mijn eigen vrijheid, dan noem ik onderhoudswerk kunst. Ik neem een westerse notie van kunst als vrijheid en ik neem een niet-westerse notie van herhalende, zichzelf in stand houdende systemen, pers ze samen en zeg dat dat kunst is. Het is geen gelukkig huwelijk, maar als ik de vrijheid heb de dingen te noemen zoals ik wil, zoals mijn grootvader Marcel zegt, dan kies ik onderhoudswerk en noem het kunst. Ik noem noodzaak kunst. Je zou kunnen zeggen dat het bullshit is. Wat dan nog? Ik noem het kunst. Ze schreef een manifest van 4 pagina's waarin ze onderhoud kunst noemt en voegde er meteen een voorstel voor een enorme solo-tentoonstelling aan toe. Ze noemde het Manifesto for Maintenance Art 1969, Proposal for an Exhibition Care.
Zoals alle goede ideeën die geboren zijn uit noodzaak en gebrek, is het kort, eenvoudig en krachtig. 4 pagina's. In haar manifest zet ze het idee van het individuele genie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis af tegen de eeuwige onzichtbare arbeid die nodig is om al het menselijke leven en dus ook cultuur in stand te houden. En een van de grappige zinnen uit het manifesto is two basic systems, development and maintenance, the sour ball of every revolution. After the revolution, who is going to pick up the garbage on Monday morning? En een ander idee, maintenance is a drag, it takes all the fucking time, literally. The mind boggles and chafes at the boredom. The culture confers lousy status on maintenance jobs. Minimum wages, housewives, no pay. Als kunst is wat de kunstenaar zegt dat het is, dan gaat het in de kunstgeschiedenis altijd evenzeer om de middelen die de kunstenaar ter beschikking staan als de vorm, voor zover die van elkaar te scheiden zijn. 3. Verhalen zijn geen 3. Verhalen zijn ramen, geen spiegels. In haar essay The Banality of Evil schrijft de van origine Zambiaanse literatuurwetenschapper en schrijver Namwali Sarpel over de misvattingen die er volgens haar bestaan rond het idee van literatuur, van kunst als vehikel voor empathie. Namelijk dat het ons allemaal betere mensen zal maken, uiteindelijk. Een van de argumenten die vaak worden aangedragen voor het waarderen van kunst en dan vooral de narratieve vorm binnen literatuur en film, is dat het empathie zou bevorderen door middel van identificatie. Art encourages empathy and empathy will save us all. De lezer of kijker verplaatst zich in de positie van een ander en krijgt daardoor belangstelling en sympathie voor de omstandigheden van de ander. Sarpel ziet een paar problemen in dit idee van literatuur. Allereerst, wie bepaalt met wie we ons identificeren? Wie krijgt onze sympathie? En wordt het meeleven met een ander niet uiteindelijk een substituut voor daadwerkelijk handelen, een vorm van zwelgen en voyeurisme? De schrijfster pleit dan ook voor een meer genuanceerd idee over de mogelijk weldadige effecten van literatuur. We moeten verhalen niet zien als een manier waarop we de positie van de ander, in welke vorm dan ook, ten volle zouden kunnen innemen, terwijl we zelf als lezer verdwijnen. Geen mens is ooit kenbaar op dezelfde manier als een literair personage dat is. Met het werk van Hannah Arendt in de hand pleit Sarpel voor een lezing van literatuur die niet zozeer gericht is op ethiek als wel politiek. Literatuur zou niet een vorm zijn om je te versmelten met of volledig te verplaatsen in een fictieve ander, maar een manier om je besef van de hoeveelheid en variëteit aan mogelijke ervaringen en standpunten te verruimen. You achieve this general standpoint, en met general standpoint bedoelt ze het geïnformeerde standpunt van waaruit volgens Arendt politiek handelen mogelijk is, by enlarging your mind to encompass the positions of others. The point is to inhabit the person. Sorry, overnieuw. You achieve this general standpoint by enlarging your mind to encompass the positions of others. The point is to inhabit the position, not the person. Kortom, het doel van zo'n manier van lezen is niet om een ander te worden, maar om een ander te begrijpen. Maar dit ruimere inzicht in verschillende posities kan alleen verkregen worden als er ook daadwerkelijk een verscheidenheid aan gezichtspunten wordt getoond binnen onze literatuur. Een verschuiving die maar langzaam op gang komt, aangezien the part of the hero has been dominated for so long by what is actually a world minority, this kind of change is almost hard to picture. Nog steeds vinden we het moeilijk om een held voor te stellen die niet wit of man is, bijvoorbeeld. Sarpel concludeert dat literatuur die ons in staat stelt om onze horizon te verbreden, juist niet het soort literatuur is dat volledig inzet op identificatie of versmelting met personages. Het is een literatuur die ons inzicht geeft in de motieven van anderen, zonder dat we daarmee onszelf en dus ons oordeelsvermogen verliezen. Haar idee is dat verhalen ramen zijn en niet spiegels. En dit is geen verlies, want in een spiegel kunnen we immers uiteindelijk alleen onszelf zien. 4. Het vreemde vermaak dat lezen heet. Als lezen altijd een vorm van vermaak is, wat voor soort vermaak is het dan dat we als lezers halen uit het lezen over gefictionaliseerde verschrikkingen? Dat is de vraag die S. Dreesten zichzelf stelt in het essay Het vreemde vermaak dat lezen heet uit 1992.
De Nederlandse schrijver en letterkundige Dreesten overleefde in de Tweede Wereldoorlog kamp Westerbork met zijn vrouw. Na de oorlog hield hij zich intensief bezig met de literaire verwerking van de Holocaust door Joodse schrijvers. Het is interessant dat juist hij wijst op het feit dat verschrikking en vermaak niet volledig van elkaar te scheiden zijn binnen de leeservaring. Dreesten stelt allereerst dat het lezen van getuigenissen over de oorlog een stuk minder onbetamelijk vindt dan het kijken naar overlevenden die zelf hun verhaal doen op beeld. Een kijkervaring die hem het gevoel geeft een obscene voyeur te zijn. En ik citeer, wanneer men zo terecht op onuitsprekelijke ervaringen wijst, dan voldoet het stille lezen daaraan toch beter dan het gesproken woord van directe getuigenissen. In plaats van de bijna brute aanwezigheid die het beeld de toeschouwer van buitenaf opdringt, kent het lezen een marge van distantie waarin de lezer, kijker en deelnemer tegelijk kan zijn. Daardoor is het hem, althans in zekere mate mogelijk, het andere, evenals de afwezige ander, te lezen. Terwijl hij in niet geringe mate ook zichzelf leest. Dus terwijl je leest over een ander, ben je nog steeds ook jezelf en gaat het heen en weer. De lezer die de herinneringen van een overlevende of een dagboek dat na de oorlog uit een ghetto tevoorschijn is gekomen leest, leeft mee met de mensen in het verhaal. Maar hoezeer de lezer zich ook probeert te identificeren met de verteller, hij of zij of hen blijft altijd een buitenstaander. Lezers van verhalen die daarop betrekking hebben, ik citeer weer, kunnen er niet in doordringen, hoezeer zij dat ook zouden wensen. Die werkelijkheid bestaat niet meer of alleen in woorden die haar met een vernis bedekken. Daardoor wordt zij doorzichtig en verduurzaamd, maar ook in wezen veranderd. Van leven is zij nu tot geschrift overgegaan. Daaromtrent gevoelt de lezer dikwijls schuld, omdat zijn neiging tot identificatie mislukken moet. Maar tegelijkertijd is hij niet ongevoelig voor de betovering of in dit geval beheksing die lezen altijd bezit. Er ontstaat een soort vermaak dat men nauwelijks met die term durft aan te duiden, aangezien het evenzeer uit afschuw, onvermogen, verbijstering en niet geheel onaangenaam genoeg is opgebouwd en alleen op die wijze bestaansrecht heeft. Dreesten probeert zich, niet geheel geslaagd naar mijn idee, uit dit probleem te denken door te wijzen op de absurditeit van het leven en een bepaalde vorm van galgenhumor die in dit soort getuigenissen ook naar voren komt. Maar een grotere rechtvaardiging voor het lezen dat zowel schuld op de lezer laat als vermaak biedt, is misschien zijn conclusie. De lezer moet voort in een nauwelijks onderbroken vragen naar de mogelijkheid van een onmogelijke wereld. 5. Verloren in de tijd. De Amerikaanse schrijfster Octavia A. Butler vond in haar roman Kindred een unieke manier om na te denken over het lijden van haar voorouders in een boek dat op het eerste gezicht aandoet als lectuur, escapistisch vermaak, een echt sci-fi avonturenverhaal. Lang geleden, toen ik nog studeerde, zag ik Octavia Butler's naam voorbij komen in doorwrochte studies over postkoloniale en feministische literatuur en steeds dacht ik, oh, daar moet ik nog eens iets van lezen. Toen ik eenmaal was begonnen, las ik in korte tijd zoveel mogelijk van haar boeken. Dit om duidelijk te maken dat je op het werk van Butler allerlei theorie kan loslaten, maar dat het ook spannende boeken zijn die je in één ruk wilt uitlezen, simpelweg voor het leesplezier. Meer misschien nog dan door het feit dat er tijdreizen, aliens, ruimteschepen en telepathische krachten in Butlers boeken voorkomen, zijn het klassieke sci-fi romans, omdat het avonturenboeken zijn. Boeken waarvan je hoopt dat de protagonisten in ieder geval zullen overleven. En ze krijgen doorgaans nogal wat te verstouwen. En misschien zelfs, hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt, zullen zegevieren. Tegenwoordig komt Butlers naam voor op elk lijstje met afrofuturistische boeken, feministische sci-fi of zelfs op lijstjes met de beste speculatieve fictie. Binnenkort hopelijk ook op de lijstjes met simpelweg klassieke romans. I began writing about power because I had so little, verklaarde Butler in een interview. Als er één thema is dat steeds terugkomt in Butlers oeuvre, dat 12 romans en 9 korte verhalen beslaat, is het macht. Toch is Butlers werk niet simpelweg een aanklacht tegen machtsmisbruik. Haar vraag is meer hoe haar personages enige vorm van autonomie kunnen bereiken binnen die eeuwige menselijke strijd om macht. Het zijn helden omdat ze overleven. Octavia Butler werd geboren in 1946 in Pasadena, Californië, de staat waar ook de meeste van haar boeken zich afspelen.
Haar moeder was als 10-jarige van school gegaan en werkte haar hele leven als schoonmaakster. Haar vader overleed toen ze nog jong was. Butler las alles wat ze te pakken kreeg, waaronder de afgedankte boeken die haar moeder redde uit de huizen waar ze schoonmaakte. Ondanks het gebrek aan voorbeelden wilde Butler van jongs af aan schrijfster worden. Op de vraag waarom ze specifiek science fiction schreef, zou ze later antwoorden dat men graag schrijft wat men leest en dat sci-fi was wat ze het liefste las. Zo las en verzamelde ze haar hele leven gretig superheldenstrips zoals de strips met Superman. En het is dan ook geen toeval, denk ik, dat Butler's helden een opvallend Nietzscheaanse inslag hebben. Tegen alle verwachtingen in zou ze haar kinderdroom glansrijk waarmaken. Butler was een obsessieve schrijver en herschrijver. Haar archief zit vol met alternatieve versies van de boeken die ze uiteindelijk publiceerde. Haar grote droom was om een bestseller te schrijven, een yes-boek zoals ze het noemde. En ze begon al haar projecten met een wervende flaptekst. Haar notitieboeken zijn doorspekt met bemoedigende teksten aan zichzelf over die nog te schrijven bestseller. So be it, see to it. En teksten als I shall be a best-selling writer staan naast emotional drive, strive, always, in all ways, at all times, always for intensity. Cold or hot, hard or soft, gut-wrenching or deeply stilling utter intensity. Opgeschreven in verschillende kleuren en onderstreept voor extra nadruk. Haar familie steunde haar. Haar moeder schaapte geld bijeen voor haar eerste typemachine, maar begreep haar wens om schrijver te worden niet echt. In het autobiografische essay Positive Obsession vertelt Butler dat haar tante tegen haar zei: Honey, Negroes can be writers. Waarom niet? Vroeg de 10-jarige Butler koppig. They just can't, was het onbevredigende, maar definitieve antwoord. Toch hield ze vol. Ze ging studeren, had een serie geestdodende baantjes, zodat ze 's ochtends vroeg en 's nachts kon schrijven. Ze verkocht één verhaal, waarna 5 jaar vol afwijzingen volgden. Tegen beter weten in bleef ze stug doorgaan en uiteindelijk kreeg ze haar boeken gepubliceerd. Haar grote doorbraak kwam met de roman Kindred in 1979. Als student volgde Butler een college over het slavernijverleden. Een van haar medestudenten zei vervolgens geringschattend tegen haar dat hij zich anders zou hebben gedragen dan zijn voorouders in die situatie. En Butler nam precies dit als gedachte-experiment voor haar boek. En hield erbij het leven van haar eigen moeder, grootmoeder en voorouders. Vrouwen die hun hele leven waren afgebeeld en waar zij haar eigen bestaan aan te danken had in gedachten. De protagonist van Kindred, Idena Franklin, Dana, valt flauw terwijl ze bezig is dozen uit te pakken. Ze is net gaan samenwonen met haar witte partner Kevin. Ze ontwaakt op een vreemde plek waar ze een jongetje redt uit de rivier. En dit is ook een soort klassiek voorbeeld van allerlei vragen over ethiek. Wat doe je als je een kind in de rivier ziet vallen? En daar begint ze ook haar tijdreisboek mee. 6 keer wordt ze op onverklaarbare en onverklaarde wijze naar die andere plek verplaatst. Die uiteindelijk begin 19e eeuws Maryland lijkt te zijn. Terwijl het jongetje, Dana's voorvader Rufus Whalen, van een sympathiek kind verandert in een onbetrouwbare slavenhouder, probeert Dana ervoor te zorgen dat hij in ieder geval lang genoeg blijft leven tot zijn dochter, haar overgrootmoeder, Hagar, wordt geboren. Daarvoor maakt ze zich min of meer medeplichtig aan de verkrachting van haar voormoeder Alice, die slavin is, of tot slaafgemaakte. Een tot slaafgemaakte vrouw die als 2 druppels water op Dana lijkt. De keerzijde van haar eigen geschiedenis, letterlijk en figuurlijk. In het verleden verstrijkt bijna 20 jaar, terwijl in het heden minder dan een maand voorbij gaat. En dit kan, want het is fictie. Van de verjaardag van Dana op 9 juni 1976 tot die van de Verenigde Staten als natie op 4 juli. Haar transportatie stelt Dana voor de vraag wat ze bereid is te doen om te overleven ten tijde van slavernij. Wat ze bereid is te doen om ervoor te zorgen dat ze zelf ooit geboren zal worden. Dana keert uiteindelijk terug naar het heden, maar verliest in de mysterieuze tussenwereld een arm. En dit is geen spoiler, want dit is op de eerste pagina. Butler zelf zei dat het onmogelijk was om haar hoofdpersonage ongehavend terug te laten komen na een directe ervaring met het slavernijverleden. Keer op keer kijkt Butler hoe moeilijk ze het haar heldinnen kan maken voordat ze niet meer willen leven. Toch heeft ze haar personages uiteindelijk, zoals een van haar biografen opmerkte, nooit op het punt gebracht dat ze nee zeiden tegen het leven. Wellicht omdat dat punt niet bestaat, of omdat als dat punt voor Butlers voorouders had bestaan, zij zelf niet had bestaan. En dit geldt eigenlijk voor ons allemaal. Een van de gruwelijke of misschien optimistische waarheden die naar voren komt uit Butlers werk is dat mensen,
alles zullen doen om te overleven in de hoop dat zolang ze voor hun kinderen zorgen, er in ieder geval nog een onvoorspelde en betere toekomst mogelijk is. En de ware gruwel van kindred ligt precies daarin besloten, in de verwantschap, in de intimiteit van het thuis zijn. Zowel Dana als Kevin gaan zich tegen hun wil thuis voelen in het verleden. Butler zwicht niet voor het makkelijke verschil tussen het gruwelijke verleden en het bevrijde heden, of het veilige thuis en het onveilige verleden. De echte horror ligt niet of niet alleen in de afranseling of andere folterpraktijken waar de tot slaaf gemaakt aan worden onderworpen, maar in de letterlijke verwantschap en het gedeelde huishouden van de slavenmakers en de tot slaaf gemaakte. Het sterkste middel dat de sluwe slavenhouder heeft om de tot slaaf gemaakte onder de duim te houden, is door te dreigen ze te scheiden van hun geliefde. Dana denkt over de relatie tussen tot slaafgemaakte en Rufus Whalen, haar voorouder, het volgende. Het bizarre was, ze leken hem tegelijkertijd te mogen, te minachten en te vrezen. Het bracht me in verwarring, omdat ik zo ongeveer dezelfde mengeling voor hem voelde. Tevoren had ik gedacht dat mijn gevoelens complex waren, omdat hij en ik zo'n vreemde relatie hadden. Maar natuurlijk wrochten elke vorm van slavernij vreemde relaties. Alleen de opzichter vielen simpele, niet conflicterende emoties ten deel, haat en angst, toen hij zich even liet zien. Maar natuurlijk was het de taak van de opzichter om gehaat en gevreesd te worden, terwijl de master zijn handen schoon hield. En dit fragment is een vertaling van Kindred van Ine Willems, die de eerste Butler-vertaling in het Nederlands maakte, die in augustus zal verschijnen bij uitgeverij Signatuur. Toepasselijk genoeg ziet Dana als een van de grootste tekortkomingen in Rufus dat hij niet in staat is te werken en daardoor materieel en emotioneel altijd van anderen afhankelijk zal blijven. En dit is een opmerkelijk inzicht als je dat toepast op de hele Amerikaanse geschiedenis natuurlijk. 6. Wat doet dat met de schrijver? Ik vermoed dat in Zuid-Afrika geboren en ondertussen in Australië woonachtige schrijver J.M. Coetzee niet zo'n uitgebreide introductie behoeft. Als winnaar van 2 Booker Prizes en de Nobelprijs voor Literatuur in 2003 is hij een van de meest gelauwerde en besproken auteurs in het Engelse taalgebied. Een ongeëvenaarde stylist die met zijn werk veel erkenning heeft gekregen, maar evengoed lezers weet te irriteren met zijn ongrijpbare positie als schrijver. Een deel van zijn werk is schijnbaar biografisch, van zijn jeugd in Zuid-Afrika, in Boyhood, studentenjaren in Kaapstad, Londen en Amerika beschreven in Youth en zijn latere schrijverschap in Australië, wat hij beschrijft in Summertime. Een ander deel van zijn oeuvre bestaat uit romans die beter te beschrijven zijn als parabels of allegorieën, hoewel altijd gesitueerd in een concreet landschap, zoals de klassieke Waiting for the Barbarians of Life and Times of Michael Kay. En dan is er nog de ondoordringbare late trilogie van Jezusboeken. The Childhood of Jesus, The School Days of Jesus en The Death of Jesus. Romans die ondanks hun titels geen personages bevatten dat Jezus heet. En zo een eindeloze hoeveelheid interpretaties mogelijk maken over de relatie tussen de Bijbel en deze boeken en de betekeniseffecten die dat vervolgens oproept. Coetzee's tekst beginnen bij concrete persoonlijke omstandigheden die eindeloos worden herschreven totdat de herkomst onherkenbaar is geworden. De allusies, veelal naar kanonieke West-Europese literatuur en filosofie, worden pas laat in dit proces toegevoegd. Na een lang proces van schrijven en herschrijven verschijnen, in de woorden van recensent Christian Lorenzen, boeken die nog strikt realistisch, nog traditioneel allegorisch zijn. Verspreid over het werk van Coetzee duikt het personage Elizabeth Costello op. Een mogelijk alter ego voor de auteur, een schrijfster, een vrouw die iets ouder is dan haar maker. In de gelijknamige roman Elizabeth Costello uit 2003 volgen we de oudere, vermoeide schrijfster die wordt begeleid door haar volwassen zoon, terwijl ze een serie prestigieuze lezingen geeft en prijzen in ontvangst neemt. En steeds wordt gevraagd hetzelfde kunstje van de beroemde schrijver uit te voeren en dezelfde vragen te beantwoorden. In het eerste hoofdstuk van de roman, getiteld Lesson 1, Realism, overdenkt de schrijfster, of de alwetende verteller, realisme in literatuur. Niet toevallig is realisme de vorm waarin de tekst die we lezen ook gegoten is. De conventies van het realisme
worden door middel van het verhaal zelf gelijktijdig effectief gebruikt en bevraagd. De vertelstem overdenkt, en ik citeer wat langer. Realism has never been comfortable with ideas. It could not be otherwise. Realism is premised on the idea that ideas have no autonomous existence, can only exist in things. So when it needs to debate ideas, as here, realism is driven to invent situations, walks in the countryside, conversations, in which characters give voice to contending ideas and thereby, in a certain sense, embody them. The notion of embodying turns out to be pivotal. In such debates, ideas do not and indeed cannot float free. They are tied to the speakers by whom they are announced and generated from the matrix of individual interests out of which their speakers act in the world. For instance, the son's concern that his mother not be treated as a Mickey Mouse post-colonial writer. Dus de ideeën in een realistische roman kunnen nooit op een abstracte manier ter sprake worden gebracht. Ze hebben de vorm nodig van scènes, personages. En die personages belichamen de ideeën bijna letterlijk. In het ene na laatste hoofdstuk, getiteld Lesson 6, The Problems of Evil, of The Problem of Evil, enkelvoud, geeft Costello een lezing met dezelfde titel in Amsterdam. Toen ze de uitnodiging kreeg de lezing te geven, was ze net bezig met het lezen van een roman die de gruwelijke marteling en laatste uren beschrijft van de generaals die een mislukte aanslag op Hitler hadden gepleegd. En het wordt genoemd in een boek dat fictie is, maar het is een bestaand boek van Paul West. De vernedering en marteling van de oudere aanslagplegers is zo realistisch weergegeven dat Costello zich er walgend van wil afwenden, maar toch doorleest. In de lezing probeert ze iets te zeggen over de aard van het kwaad zonder ouderwets en moralistisch over te komen. En dat is tamelijk humoristisch. The answer, as far as she can see, is that she no longer believes that storytelling is good in itself. Worries for West, de schrijver van de roman die ze bespreekt, or at least for West, as he was when he wrote the Stauffenberg book, the question does not seem to arise. If she, as she is nowadays, had to choose between telling a story and doing good, she would rather, she thinks, do good. Staat er te lezen in het boek van de schrijver die ondanks zijn hoge leeftijd onverminderd productief zou blijven in de tussenliggende decennia. Ondanks de fysieke afschuw die een succesvolle voorstelling van het kwaad in fictie kan oproepen bij de lezer, wordt ook hier duidelijk hoe effectief de door de eeuwen verfijnde methodes van de roman zijn om morele en politieke ideeën over te dragen. Ook al wordt de lezer daar meestal niet zo fijntjes op gewezen als in het werk van Coetzé, namelijk de boodschap en de vorm waarin de boodschap zit gegoten. 7. Wij de lezers. Wat willen de lezers? Wat voor relatie willen wij met de boeken die we lezen? Wat verwachten we ervan? Geen voyeurisme, geen spektakel, geen versmelting, geen catharsis, maar misschien ook wel. En ook vermaak, hoe pijnlijk ook. We willen avontuur en de textuur van het alledaagse leven. Realistische narratieve fictie geeft ons dat allemaal. Maar in die versmelting van onszelf met de fictieve personages kan van alles gebeuren. De vraag naar de relatie tussen ervaring en empathie, wat zou ik doen in iemands anders schoenen, is zelden zo direct gesteld als in Kindred, wat ik eerder besprak. Ze nam de vraag hoe zou ik me hebben gevoeld in het leven van mijn voorouders letterlijk door haar hoofdpersoon simpelweg terug te laten reizen in de tijd. Maar die vraag, hoe zou ik me voelen als ander, voorouder of niet, is natuurlijk de vraag die gesteld wordt bij identificatie in alle literatuur. En daarbij wordt het duidelijk dat die verplaatsing, die uitnodiging tot verplaatsing, altijd iets doet met het inlevingsvermogen van zowel de schrijver als de lezer. Maar ook dat we daar geen volledige controle over hebben. Met de narratieve vorm van de tijdreis laat Butler op geraffineerde wijze zien dat het verleden nooit ophoudt te bestaan en steeds weer bezocht zou moeten en kunnen worden. Toen Butler onverwacht stierf in 2006 waren er pas 2 boeken verschenen uit haar laatste serie boeken, de Parable-reeks, die binnenkort verfilmd wordt. Maar ze zat al jaren vast in een writersblok.
In navolging van de Bijbelse parabels, waar de eerste twee boeken naar vernoemd zijn van die serie, Parable of the Sower en Parable of the Talents, geven ze de uitdrukking aan het idee dat dat zaad alleen zal ontkiemen in de grond die daarop is voorbereid. Dat alleen mensen die bij machten zijn voor zichzelf te zorgen beloond zullen worden. Jarenlang schreef ze ter vergeefs aan het vervolg in deze serie met de titel Parable of the Trickster. Haar plan was om de serie te vervolgen gedurende meerdere generaties van de mensheid in nieuwe koloniën in de ruimte. Ze liet uitgebreide aantekeningen achter over voedselvoorziening, inrichting, arbeidsverdeling en cultuur van deze fictieve toekomstige koloniën. Tegen de tijd dat de vierde generatie zou zijn ontstaan, zouden deze kolonisten tussen de sterren waarschijnlijk onherkenbaar, misschien wel grotesk zijn geworden voor ons als hedendaagse lezers. Maar ze maakte elders nog een notitie, dat er ook maar vier generaties zaten tussen haarzelf en het horrorverhaal van de Amerikaanse slavernij. Bedankt voor je aandacht. Ja, het staat al aan. Kom. Oh ja, je hebt een microfoon nodig. Ga maar eerst even tot rust komen. Het is heel lang praten, hè? Ja. voordat we gaan beginnen, wou ik jullie attenderen op het feit dat wij zo straks ruimte gaan hebben voor jullie om vragen te stellen. De Q&A-periode, zo geheten tegenwoordig in het Engels. ik wil jullie wel erop uitnodigen om zich niet te beperken tot vragen. Ik kan me heel goed voorstellen dat tijdens het luisteren dat je allerlei associaties hebt gehad, of dat je na het luisteren of tijdens ons gesprek gewoon iets kwijt wil, een opmerking wil maken, een commentaar wil delen met ons. En dat kan dus ook. Dus het hoeft niet een vraag te zijn. Wij zullen je ook niet belasten dan met een antwoord, zo noodzakelijk. Misschien maken wij ook een comment, een opmerking op jouw opmerking, maar het hoeft niet zo allemaal in vraagvorm te zijn. Ik vind dat altijd wel heel erg belastend en intimiderend. Want dan denk ik van, ik wil wat zeggen, maar het moet een vraag worden. Maar ik wil helemaal geen vraag stellen, ik wil gewoon wat zeggen. Dus bij deze, hier mag dat. Oké? Bedankt voor je lezing. Ik vertelde het ook net daarbuiten, toen we nog even aan het eten waren, dat ik het heel spannend vond, helemaal in het begin, toen het programma aan het conciperen was, om een schrijver, een literatuurkenner, om die uit te nodigen om te praten over de relatie, hoe zorg in de literatuur, hoe dat tot uiting komt, welke dimensies zitten daaraan, welke vraagstukken zitten daaraan. Ik vond het heel spannend. En omdat onze programma tot dusver ook best wel heel erg, toch best praktisch is geweest. Hè? Dus we hebben hoofd van hematologie van bloed. Hoe heet dat? Bloed. Hoofd van bloed in het UZ. We hebben een Vlaamse zorgambassadrice gehad. We hebben echt van alles gehad dat toch wel tot een zekere praktische ding is. En literatuur, ik was bang dat het net iets te meta zou zijn of zo. En ik luister nu naar je en ik denk, yes, we did it, this is perfect. Dus super bedankt daarvoor. En ook bedankt voor de onwijs veel werk dat hierin zit. Hoeveel werk zit hierin? Mag ik dat vragen? Want had jij deze referenties en deze perspectieven zomaar bij de hand toen we je vroegen? Because this is amazing. Nou, ik schrijf over literatuur natuurlijk. Ja. en ik heb veel over Octavia Butler, de Amerikaanse schrijfster, geschreven. Mm-hmm. Dus dat was waar ik mee bezig ben geweest. En Coetzee is ook een schrijver waar ik heel erg in geïnteresseerd ben en een stuk over aan het schrijven ben. En ook de andere referenties en dingen die ik veel gebruik, ook in onderwijs. Dus aan de ene kant ja, ik had ze al, maar ik probeer ze natuurlijk te combineren rondom de thema's waar ik altijd mee bezig ben. En identificatie in
literatuur, hoe dat werkt, technisch, maar ook wat er van de lezer verwacht wordt, is iets wat me heel erg interesseert als lezer en als schrijver. Dus dat kwam heel mooi samen eigenlijk. Ja. Nou, bedankt. Je hebt ons een grote eer gedaan. Ik heb zoveel vragen voor je. Laten we misschien stap voor stap. Octavia Butler. Ik weet niet hoeveel van jullie hier bekend zijn met het werk van Octavia Butler. Ik kijk, handen mogen opsteken hoor. Mocht je heeft zoiets iemand hebben. Ooit haar naam gehoord? Heeft iemand ooit van haar gehoord? Nee? Echt niet? Nee. Oh, jawel, één. Ik zie één van zo. Octavia is a big deal. Octavia Butler is a big deal. Vertel, voor onze zaal. Wie is Octavia Butler en waarom is zij zo'n grote deal? Nou, ze is wat voorheen vooral zat ze in het reservaat van de sci-fi schrijvers. Wat op zich, besef ik al, onder lezers al best wel een grote scheiding is. Mensen die sci-fi lezen en mensen die literatuur lezen. Ik zelf heb nooit een onderscheid kunnen maken, maar dat is wel duidelijk. Er zijn vele verschillende gebieden. En zij is een Amerikaanse schrijfster, geboren in 1946, overleden in 2006. Die bij leven al heel veel erkenning had voor haar boeken. Ze debuteerde in de jaren 70. En vooral haar late boeken, dus die Parable of the Sower en Parable of the Talents. Dat echt een soort post-apocalyptisch verhaal is van een jonge vrouw die een nieuwe religie begint om de mensheid te redden van een stervende, zichzelf vernietigende aarde en mensheid en ze de ruimte in te schieten, is ja, onverminderd actueel en urgent. Een van de dingen in haar romans, in die serie, is dat er een Amerikaanse evangelistische politicus is die steeds Make America Great Again zegt. En dit is een boek uit eind jaren 80. Dus in de tijd van Trump werd dat heel erg gezien als een soort van voorspellende gave. En zij zelf volgde heel veel het nieuws. Dus in die late boeken komen allemaal aspecten naar voren waarvan zij zegt, ja, die kun je simpelweg zien als je naar het nieuws kijkt. Dus het is ten tijde van onder Reagan, een soort opkomend christelijk rechts, een neoliberale economie. Al die dingen verwerkt ze in een post-apocalyptische roman die, als je nu leest, aan de ene kant heel deprimerend is, van oh, dat kon je blijkbaar in de jaren 80 ook al zien. Ja. Aan de andere kant was ze zelf vrij hoopvol in de zin dat ze zei van het is niet een toekomstvisie, het is een visie. Ja. En zij is dus, ik denk van waar ik heb haar leren kennen, want ik ben ook van oudsher loved sci-fi en fantasy. Dus voordat iedereen Lord of the Rings, Wheel of Time, Game of Thrones, Robert Heinlein enzovoort begon te lezen, las ik het al in mijn tiende jaren. Maar toch had ik nooit van Octavia Butler gehoord. Ik ben pas, ook als echt een sci-fi geek, ben ik pas toen ik veel meer in aanraking kwam met antiracismeactivisme, met transgenderactivisme, kwam ik in aanraking met Octavia Butler. Audre Lorde kende ik ook niet enzovoort. Dus ik leerde haar kennen in die soort van ja, communities van die gemeenschappen die zich heel veel bezighouden met bevrijding en met onrecht enzovoort. En ik vraag me eigenlijk af of je dat misschien een beetje kan schetsen voor ons publiek. Van hoe wordt Octavia Butler dan zo belangrijk in die gemeenschappen? Ja, een van de dingen die ik noemde is die Amerikaanse kunstenares die Care Manifesto maakte. En een van de dingen die denk ik heel duidelijk werd in haar manifest is dat gehoord of gezien worden in kunst niet per se iets zegt over het werk zelf. Niet een intrinsiek kenmerk is, maar vaak contextgebonden of institutioneel. Ja, er is het klassieke voorbeeld van schrijvers die alleen hun initialen gebruiken, zodat lezers niet weten of het een man of vrouw is. Neem, ik geef geen voorbeeld, ik denk dat jullie ze ook wel kennen. Dus er is denk ik, als je dan toch al een niche schrijver bent in de zin dat je een genre schrijver bent en vervolgens ook nog heel ongebruikelijk binnen dat genre een vrouw van kleur bent, dat dat meerdere aspecten zijn die je doelgroep verkleinen. Terwijl ik denk, ja,
Dat is één aspect en heel duidelijk en denk ik heel erg voor de hand liggend. Het andere is dat haar werk ook best wel somber is. Of somber is niet het juiste woord. Het zijn avonturenboeken, maar ik bedoel, ze laat haar hoofdpersonages echt zoveel gruwelijke dingen overkomen. Dat is, ik weet niet, dat leest misschien ook niet lekker. Nee. Misschien heeft ze zichzelf daarmee in de vingers gesneden. Het grappige is dat haar biograaf zegt dat ze schreef en herschreef haar hele leven door haar werk, dat de notities nog deprimerender zijn dan wat ze uiteindelijk publiceerde. En desondanks wilde ze dus dat goede verkopende die bestseller schrijven. Misschien had iemand haar moeten zeggen, ja, dan moet je je personage niet zoveel laten leiden. Tegelijkertijd maakt het ook gewoon duidelijk dat ze schreef naar haar eigen obsessies over geschiedenis, over haar eigen geschiedenis van haar eigen familie. Maar ook hoe ze een relatief sombere blik op de mensheid en wat die in de toekomst zou kunnen of worden. Ook dat, het is beroemd, ze heeft gezegd dat ze geen utopieën zou schrijven en ze heeft één utopie geschreven. Mm. Een kort verhaal, The Book of Martha, laat in haar leven. En in dat boek vraagt God haar eigenlijk om iets te bedenken waardoor de mensheid gelukkig zal worden. Okay. Hij is het zat, hij heeft best veel geprobeerd. hij laat de taak nu aan haar, de schrijfster. En dan bedenkt ze een utopie waarin ze zelf overbodig wordt. Dus dat is misschien veelzeggend, dat ze als schrijver niet gelooft in een soort van het uitdenken van een gelukkige wereld waarin zij dan ook een plek zou hebben. Maar toch verbaast mij, want ik heb volgens mij bijna alles van haar gelezen. Dit Book of Martha had ik nog niet. Is een kort verhaal. Ik heb bijna van alles van haar gelezen. En elke keer aan het, of te midden van het verhaal, denk ik van, hoe kan het toch zijn dat deze vertelling zo door, you know, gender studies, anti-racism activist zo hoog geprezen wordt? Want de karakters zelf, de hoofdpersonages, zijn tegen het einde van het verhaal niet. Je zou ze dus niet perfecte karakters kunnen noemen. Hè? Wat ze doen om te overleven of. Ik denk dat is ook wel een probleem, dat het soms heel makkelijk is aan de ene kant om een schrijver te disqualificeren omdat hij verkeerde ideeën zou hebben. Maar soms worden schrijvers ook binnengehaald omdat ze ergens in zouden passen waar ze bij een betere lezing helemaal niet zo goed inpassen. Mm. Dus ze wordt heel erg binnengehaald door antiracismeactivisten, progressieve activisten. Maar haar wereldbeeld is misschien niet zo progressief. Nee. Het is heel erg best wel een Hobbesiaanse wereld van eten of gegeten worden. Geweld in de mens is een terugkerend eeuwig iets. Al die mensen moeten een soort vorm van overheersing zien te vinden. Al deze vrouwen binnen een groepsdynamiek. Dus daar kun je heel veel vragen bij stellen in hoeverre dat past. Eigenlijk in de denkbeelden van de mensen die haar binnenhalen. Simpelweg omdat ze een zwarte schuister is. Ja, heel simpel gezegd. Aan de andere kant maakt het dat haar werk ook interessant natuurlijk. Het is niet eenduidig. Het geeft blijk van een visie. Ja, want ik hoorde dus laatst in een podcast, en ik weet de naam niet meer, van een best een grote actuele Nederlandse schrijfster, dat zij ook lesgeeft en dat zij aangaf dat ze vond dat literatuurstudenten van nu heel preut zijn kennelijk. En zich ook heel makkelijk storen aan niet perfecte karakter. Dus dat de karakter, niet zozeer de schrijver, maar als de karakter dingen doet die problematisch zijn, dat ze die dat al niet meer willen lezen. Maar tegelijkertijd willen deze studenten Octavia Butler lezen. En er is geen enkel karakter in Octavia Butler waarvan ik denk van, nou, dat is het topmodel van een goede mens. zeg maar. Maar anyways, I don't know if this is true. Heb jij die ervaring ook, dat je denkt van studenten kunnen niet meer, willen niet meer echt het problematische, het menselijke van een karakter, van een personage omarmen? Nee, ik zie het wel, maar ik denk dat het helemaal niet voorbehouden is aan studenten. Ik denk dat dit kern is van het idee van identificerend lezen, namelijk dat je wil lezen, een karakter wil lezen dat op je lijkt, maar niet alleen op je lijkt, maar ook flatterend is. Mm. Dus je wil je verplaatsen in iemand die is zoals je denkt dat je zou willen zijn. Of dat je,
Dus dat er zijn meerdere bewegingen tegelijkertijd bezig waarbij mensen het onprettig of saai of van alles vinden om een tekst te lezen waarin ze automatisch zich identificeren met een hoofdpersoon en die blijkt dan niet sympathiek te zijn en dat vinden ze dan niet leuk. Ik denk dat het absoluut niet aan studenten is voorbehouden. Nee, oké, okay, goed. Nou, dat is geruststellend, mocht ik ooit... Nou, juist niet. En dan vraag ik me af, hoe kom jij dan uit op koetsen? Koetsen, ja, of koetsie. Hoe, waar is de... want ik had eigenlijk de vraag, of de combinatie lijkt redelijk willekeurig, maar het zijn schrijvers uit dezelfde generatie. Koetsen is uit 1940, Butler uit 1946. Terugkerend op dat idee van kunst als iets ook wat onderhouden moet worden, een culturele infrastructuur. Je vraagt van waarom wordt een schrijver als Octavia Butler in hele specifieke kringen genoemd en op plekken waar je er zou verwachten tussen Asimov en Heinlein en wat dan ook niet. Daarom denk ik dat het belangrijk is om haar altijd te blijven noemen in de context, in een veel bredere context. Mm. Niet alleen als sci-fi schrijver, maar als schrijver van klassieke Engelstalige romans. Mm. En het grappige is bijvoorbeeld dat Coetzee schrijft over realisme vanuit een literatuurhistorisch perspectief. Dus hij heeft een boek Foe, wat een soort van keerzijde is van Robinson Crusoe. Of een soort verhaal waarin die personages uit Robinson Crusoe de roman over... de man, de schipbreukeling van Daniel Defoe, bespreekt. En in het boek Kindred leest zij Robinson Crusoe voor als ze terug wordt gezogen in het verleden. Dus ze hebben dezelfde wortels, ze staan tot op zekere hoogte dezelfde tradities. En ik denk dat ze ook bezig zijn met dezelfde vragen over het voortbestaan van de mensheid, over goed en kwaad. Over waarom bepaalde dingen steeds weer opkomen. Ik denk dat ze heel veel thema's delen. Dus daarom is het voor mij, buiten dat het persoonlijk schrijvers zijn die ik heel erg waardeer, een heel interessante lezing is om ze te vergelijken of om ze naast elkaar te zetten. Mm. Nou, ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want ik heb nog nooit goed gelezen. Echt? En toen ik jou zat te luisteren, dacht ik, oké, it's time. Dus dat moet ik nu echt gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn leeslijst is zo lang, wat ik allemaal nog moet lezen, dat ik vaak denk van, weet je wat, maak eerst dit af, maak die lijst eerst af, maar deze gaat, Coetzee gaat zeker, ik denk dat ik de trilogie eerst ga beginnen. Ik ga hoog op de lijst komen. Okay. Dus bedankt daarvoor. Ik ga je dus niet doorvragen op Coetzee, because I wouldn't know what to ask. Waar ik wel een beetje, wat me heel raakte, wat je zei over literatuur is niet een spiegel, maar ramen. Ik heb laatst een bijdrage geschreven voor een literatuurfestival in Friesland. En wat ik was daar ook mee bezig. Met wat doet lezen met me? En wat doen bepaalde personages en bepaalde vertellingen met mij? En ik dacht meer dat... Ik dacht wel nog steeds aan de spiegel. Hè? Dat wordt heel cliché. Maar wat ik erin zag, was niet zozeer een spiegel van wie ik ben. Maar wie ik allemaal zou kunnen worden. Niet zozeer van, ik zou deze personage kunnen worden, maar meer van de wat ik ervan leer, wat ik ervan leer begrijpen over andere posities, over andere noodzaken, over andere worstelingen. Ik voel me al heel snel een bondgenoot tot de personages. En dan ga ik allemaal bedenken wat ik met mijn leven anders ga doen om een bondgenoot te zijn voor deze situatie die ik zelf niet ken. Dus ik zag meer een spiegel die me voorhoudt van, je zou vanaf dit punt, nadat je dit hebt gelezen, kun je dit worden. Does that make sense a little bit? Kun je dit gaan worden? Kun je deze strijd aangaan? Kun je zo'n bondgenoot gaan worden? Heb je dat wel eens? Als schrijver? Als lezer. Als lezer? Van dit is dat de lezer je een optie geeft van wat je zou kunnen zijn, of wezenlijke, of wat je in potentie. Ja. Of wat ik eigenlijk. Ik heb al heel snel, als ik zo'n boek lees, zoals bijvoorbeeld Octavia Butler, dat ik al heel snel denk van, wat doe ik met mijn leven? Ik moet mensen gaan helpen. Ik moet deze een kolonie mensen op Mars gaan beginnen. Ja. Is dat het resultaat van dat begrijpen? Van dat niet zozeer empathie ontwikkelen, maar. De positie van de personage
te begrijpen dat je dan ook eigenlijk militant gaat worden, dat je over in actie wil gaan. Dat je in actie zou willen gaan is misschien één gewenst effect, maar ik denk, waar ik over aan nadenken ben, is juist het idee dat je een ander kan begrijpen zonder dat het een begrijpen is dat gebaseerd is op het feit dat die ander op een bepaalde manier op jou lijkt. Mm. Dat jij die persoon in potentie zou kunnen zijn, dat jij als je bepaalde dingen zou doen die persoon zou kunnen worden. Dus ik ben geïnteresseerd in een vorm van lezen waarin je sympathie, welwillendheid, begrip hebt voor een positie of een personage zonder dat dat is omdat dat personage nabij aan jou is of appelleert aan iets wat je al eigenlijk over jezelf denkt. Mm. En ik denk dat in realisme of in literatuur is vaak de vooronderstelling, dat is al de vooronderstelling, dat er een soort basis is. Mm. En daar gaat een boek op voort. Er is een gedeelde referentiekader, een gedeelde werkelijkheid, er zijn allerlei gedeelde dingen. Er zijn al zoveel vooronderstellingen dat je bijna vergeet dat dat allemaal vooronderstellingen zijn. Mm. Dus als het gaat om die kritiek op het idee van lezen als altijd een identificerend lezen, is het juist, zou je niet kunnen lezen in een vorm waarin je solidariteit en welwillendheid voelt voor iemand, niet omdat die bijna op je lijkt, maar omdat die anders is en je begrip ervoor hebt gekregen via literatuur. Want ik heb best vaak meegemaakt dat als mensen mijn stukken lezen, of als ik het voordraag, dat men daarna naar me toe komt en tegen me zegt, oh, dat was zoveel pijn, dat was zo mooi. En ik vind dat heel vaak best aanstaanjagend. Dat iemand de respons op trauma, op pijn, op geweldervaringen, dat de respons daarvan is dat was heel mooi. Maar volgens mij vertel je ons daar iets ook over een beetje in deze tekst, in deze voordracht. Ja, dus misschien moet ik allereerst zeggen dat wat ik interessant vind aan identificatie en daarover vertel, dat is natuurlijk maar één vorm waar in literatuur waarop je het kunt beoordelen, één graadmeter. Een ander graadmeter is natuurlijk dat herkenning is nog steeds heel belangrijk iets waar mensen omlezen en ook van genieten of van leren of zich door gerustgesteld voelen. Als het specifiek gaat om het idee van een trauma herkennen of een positie herkennen, is het wel duidelijk dat van sommige, met name minderheden, wordt verwacht dat ze niet een heel saai levensverhaal vertellen. Of een soort van heel. Dat er genres zijn die niet van hun verwacht worden. Mm. En genres die wel van hun verwacht worden. En wat wel van hun verwacht worden is vaak, ja, moet dan traumatischer zijn of een vehikel om een ander exotisch land te begrijpen. Of een geschiedenis te begrijpen. Dus er worden er worden andere eisen aangesteld en dat is dubieus. Ja, ja. Maar dan vraag ik me af, want je praat over dat vermaak. Net, je sprak tegen ons over hoe we toch een soort van plezier, is dat een goede synoniem voor vermaak, kunnen ervaren bij het lezen van eigenlijk hele afschuwelijke dingen, heel pijnlijke dingen die mensen meemaken. En dan ben ik wel een beetje benieuwd naar die transliteratie van wat de traumatische dingen die we lezen en hoe dat toch op een emotioneel niveau genot of plezier of vermaak genereert. Want volgens mij geef je ons daar geen antwoord op. En ik wil toch... Nee, het is ook een open vraag. Misschien ook het is hetzelfde als van waarom zit er zo'n gevoel van sensatie, verlangen we naar horror, sensatie, dat soort dingen, kijken we daarnaar. Er zijn allemaal heel verschillende ideeën over, natuurlijk een soort catharsis of ontlading. Of een ander idee is, dit is simpelweg wat ook in de wereld voorkomt, dat kunnen we niet uit onze literatuur houden of uit alle andere, uit de weerspiegeling van de werkelijkheid. Ik heb er geen antwoord op eigenlijk. Ja. Ik bedoel, ik ben nog steeds benieuwd, waarom kijken we naar gruwelijke dingen als vermaak? En waarom kijken we tegelijkertijd naar gruwelijke dingen die echt gebeuren alsof ze niet echt zijn? Dat gebeurt ook gelijktijdig. Ja. Maar misschien is dat wel de kern van
waar ik over aan het nadenken was, over dat onze relatie tot deze dingen eigenlijk misschien iets is waar we veel minder controle over hebben dan we denken. Zowel als schrijvers als als lezers. Ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik schrijf en ik ga terug naar bepaalde momenten in mijn leven die pijnlijk waren, traumatisch waren. Ik heb altijd gehoord dat sommige schrijvers schrijven om daarvan te helen. Maar in mijn ervaring, en misschien omdat ik een slechte schrijver ben, I don't know, maar ik heb je daar, misschien doe ik het niet goed. Maar op de een of andere manier kom ik er nooit uit met het idee van, oh, hier ben ik van geheeld. Ik heb altijd het idee dat ik het heel pijnlijk vind om helemaal daarin terug te zitten. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat wel hout snijdt. Dat misschien niet zo therapeutisch is, schrijven over trauma. Ja, ik denk dat de vraag of schrijven therapeutisch is, volledig los staat van de lezer. Ja, maar van de schrijver? Ja, ik denk dat therapie op zich makkelijker is dan schrijven. Om heel eerlijk te zijn. Maar dit is misschien een persoonlijk antwoord. Ja, nee, want dat vond ik zo'n hele goede quote die je noemde van, if I had the choice between, als ik de keuze had tussen goed doen of gaan schrijven, dan doe ik liever goed. En ik ben op een gegeven moment tot de conclusie gekomen dat wat betreft mijn eigen trauma's, dat ik er beter aan doe om iets in de wereld te gaan doen daaraan. En niet zozeer erover te schrijven of zo. Dat ik liever misschien wil schrijven over dingen waar ik zelf benieuwd naar ben. Ja, maar ik moet hier wel een kanttekening bij plaatsen dat dus Coetzee dit in de mond legt van deze Elizabeth Costello. En onverminderd romantisch blijft produceren. Yeah. Hij zegt wel, hij laat haar zeggen of de verteller, of, want het is heel ingewikkeld wat nou het perspectief is van wie spreekt op dat moment. Hij laat haar zeggen van, ik ben op het punt gekomen dat ik denk als ik kan kiezen tussen schrijven over het goede of het goede doen, dat ik dat laatste zou doen. Misschien is zijn antwoord dat het goede doen voor hem het schrijven is. Ja, ik denk wel, hij speelt wel een spel met in hoeverre iets zeggen of schrijven ook iets doen is. Mm. En dat brengt ons volgens mij wel terug naar waar jij het ook over had, over realisme en ook over hoe ja, die gedachte-experimenten willen wortelen in volledige personages en de moeilijkheid daarvan, maar ook misschien, volgens mij laat je ook ontzien hoe Octavia Butler, hoewel die niet in de realisme zozeer gecategoriseerd zou worden, eigenlijk hetzelfde doet. Hè? Die gaat dan een soort van een onderzoek doen naar een bepaalde idee of naar een bepaalde situatie en bouwt het helemaal volledig op in een vertelling, in personages, situaties en de uitwisseling. Want dat is ook wel opmerkelijk, in Octavia Butler zijn er ook heel lange monologen soms van sommige van de personages, die hebben veel te zeggen. En dus ik dacht dan ook van bij mezelf van, is dat ook een beetje de maatstaf van goede literatuur? Dat er ook daadwerkelijk een doel is, een onderzoek is, een voorstel tot antwoorden, weliswaar in competition, in een soort van tegenstelling van de verschillende personages die iets te zeggen hebben. Is dat een maatstaf voor goede literatuur? Nou, als ik ja zou zeggen, zou het lijken alsof ik voor een soort hele alleen maar didactische propaganda-literatuur voorzeg. Nee, ik denk dat de maatstaf niet is of literatuur het juiste zegt of wat het dan ook zegt. Ik denk dat het een leeshouding is. Ik ben geïnteresseerd in literatuur die bepaalde vragen behandelt. Mm. En dat hoeft niet eens te zijn op een manier waar die de schrijver zo bedoeld heeft. Dus er zijn allerlei boeken die, ik geef soms voor bijvoorbeeld Never Let Me Go van Kazuo Ishiguro. Ik weet niet of iemand dat gelezen heeft of de film gezien. Hoe moet ik dit vertellen zonder spoilers?
Spoilers are fine. Oké. Ik heb geen problemen met spoilers. Het is een soort alternatieve toekomst van Engeland na de Tweede Wereldoorlog met clones. En ik denk dat dat verhaal gaat over klonen en die alternatieve geschiedenis en wat een mens waard is. Maar ik las het ook als een van de beste aanklachten tegen het idee van de bio-industrie bijvoorbeeld. Want hij laat via die mensen en die klonen zien hoe verschrikkelijk het is als een levend wezen als middel wordt gezien en niet als doel op zichzelf. Dus dat is een roman die dat de hele begrip niet noemt. Ongetwijfeld heeft de auteur wel ideeën. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat de auteur slim genoeg is om ook deze mogelijke interpretatie bedacht te hebben. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Dus om terug te komen op je vraag, nee, ik denk helemaal niet dat alle literatuur iets zou moeten doen. Ik denk dat alle literatuur iets doet. Ja. En de vraag is aan de lezer, van doet het iets wat je interessant vindt? Ja. En dan vraag ik me af, want je had het ook een beetje over de presentatie en over de noodzaak voor meer representatie. Maar als ik zo jou hoor en ook jou lees, heb je een hele ruime kader van referenties, van wat je allemaal hebt gelezen. En ik vraag me af of jij ook wel eens, want er worden debatten gevoerd in de mainstream discours over ja, jonge mensen of zwarte mensen of activisten willen alleen maar zichzelf lezen. En dat is dan als argument tegen dus die diversiteit aan verhalen, aan perspectieven, aan auteurs. Of wat betreft hun ras, of wat betreft hun gender, wat betreft hun disability status enzovoort. En dat er dan wordt gezegd, ja, maar jullie willen alleen maar zelf lezen. En dat is dus niet het doel van literatuur. En als ik jou zo hoor, denk ik, ja, jij hebt ook een hele ruime referentiekader. Heel veel personages die je hebt mogen ervaren en begrijpen. Ja, maar ik zou niet willen afdoen aan het verlangen. Misschien moet ik zeggen, ik ben een lezer die misschien wel aan enige beroepsdeformatie onderhevig is. Als ook schrijver en literatuurwetenschapper. Dus ik snap ook het verlangen om een boek te lezen waarin je eindelijk een personage ziet wat op jou lijkt. Ik bedoel, in de Nederlandse geschiedenis van de avonden waarin ontevreden twintigers eindelijk zichzelf herkenden. Tot ik moet denken aan een gewone Indisch meisje van Marion Bloem. Wanneer is dat? Jaren 70. Er zijn allerlei van die ontwikkelingen van boeken die eindelijk een stem laten horen die er wel was, maar die simpelweg niet aanwezig was in de literatuur. En ik herken dat absoluut. Maar dat is iets, dus dat verlangen, maar dat is iets anders dan dat elke lezer wil lezen over iemand die precies zoals hij of zij is. Ik denk dat iedereen als ervaring heeft dat als je begint als lezer, dan kun je in iedereen en alles verplaatsen. Dan maakt het echt niet uit. Dan maakt het meer uit of een boek spannend is. Ik heb ook de Scheepsjongens van de Bonte Koe gelezen als tienjarige met veel plezier. Ja, ik zou er nu niet aan moeten denken, maar ik bedoel meer dat avonturenboek maakt niet. Er is niet van, oh, er moet één iemand zijn die precies op mij lijkt en dan pas kan ik me verplaatsen. Dat is die hele, ja, die beheksing van dat lezen. Dat als het goed gedaan is, kun je in alles en iedereen verplaatsen. En dat is ook misschien waarom ik er zo in geïnteresseerd ben. Omdat ik zie dat het aan de ene kant gebruikt wordt om allerlei soort vooronderstellingen bijna onzichtbaar te maken. Maar aan de andere kant is het ook zo verleidelijk. Dus de vraag is niet alleen om het te bekritiseren, maar ook hoe kun je het tegen het licht houden en nog steeds ook gebruiken zelf. Maar maakt het uit, want de lezer die wens jij wel toe dat die zich in iedereen anders kan verplaatsen? Ja, tuurlijk. Maar ik besef ook dat die lezer in bepaalde structuren opereert en sommige gezichtspunten makkelijker bereikbaar zijn dan andere. Sommige schrijvers meer toegang hebben om gepubliceerd gehoord te worden dan anderen. Ik bedoel dat die identificatie en hoe dat werkt natuurlijk in een literair veld plaatsvindt en niet in een vacuüm. Goed dat je het over de schrijver hebt, want dat is mijn volgende vraag. Kan elke schrijver zich in iedereen en alles verplaatsen en ware, relevante verhalen vertellen over verschillende soorten identiteiten? Ik,
Ik zou zeggen ja, maar misschien is het niet aan iedere schrijver om het ook te doen. Oké. Okay. Maar in potentie, natuurlijk kan iedereen elk perspectief gebruiken en zich erin verplaatsen. Maar met die verplaatsing komt ook een verantwoordelijkheid om zich in te lezen, in te leven. Mm. Dus ja, ik denk dat iedereen zich elke identiteit kan inleven en gebruiken. Maar dat ook elke schrijver, zodra dat gepubliceerd wordt, daarop afgerekend kan worden en daar verantwoording voor moet nemen. Oké, okay. Fighting words. Is dit heel controversieel? Ja, ik denk dat dat wel... ik denk dat het wel aan allebei de kanten van dit debat rondom wie mag waarover schrijven, dat er van wat je nu zegt veel uitgehaald kan worden, dat fighting words would be. Hè? Want ik denk dat er bijvoorbeeld, ik neem maar een voorbeeld, misschien niet een hele goede toepasselijke voorbeeld, maar Joris Luijendijk heeft bijvoorbeeld een boek geschreven over privilege een paar maanden geleden. En ik heb nog niet gehoord dat de kritiek dat ik daarvan heb gehoord is nog niet van he got it wrong, hij heeft het verkeerd begrepen, maar vaak wordt er, wat ik vooral heb gelezen is, hij heeft de ideeën en de inzichten van zwarte, bruine vrouwen appropriated. Hij heeft het dus niet, hij had het beter het boek niet moeten schrijven, maar juist een leeslijst opstellen van de boeken die hij heeft gelezen om dit boek te kunnen schrijven. Dus hij heeft heel veel belangrijke vrouwelijke theoretici rondom privilege enzovoort onvernoemd gelaten. Dus dat een als probleem wordt gezien en niet zozeer het feit dat of hij het nou het goed heeft, of hij het goed heeft begrepen wat hij heeft geschreven. En dus ja, dan zie ik daar toch een soort van miskenning misschien dat een witte man bijvoorbeeld een steekhoudend boek over privilege zou kunnen schrijven, denk ik ook wel. Dat daarmee eigenlijk wordt geïmpliceerd. Dit is dan niet literatuur, maar toch een beetje van die... Of bijvoorbeeld de scala aan romans, soort van kanonische romans die zijn geschreven over het leven in Afrika door... of het leven van Afrikanen, Joseph Conrad bijvoorbeeld, Heart of Darkness, kanonisch, geweldig, great piece of literature. Maar waar die zich zeg maar verhaal creëert over wat het betekent om een zwarte Afrikaan te zijn in Afrika. En hij heeft het onderzoek gedaan, hij heeft daar zelfs gaan wonen, hij was een kolon, zoals ze dat hier in België noemen. Vond het helemaal niet leuk, ging weg, had heel veel kritiek op het koloniale systeem, specifiek het Congolese koloniale systeem, schrijft daar een boek over en wordt gezien als een geweldig stuk literatuur, maar waarvan denk ik veel Afrikanen zouden zeggen van he didn't get it. En hij had het niet moeten mogen schrijven, want hij heeft het gewoon misbegrepen wat het betekent. Ja, maar ik denk dat het probleem is dan niet met dat specifieke boek, maar het gebrek aan andere boeken. Mm. Dus voor mij is de vraag niet zo interessant van had hij het wel of niet mogen schrijven, maar meer van, en ik denk in historische context is die discussie sowieso al totaal anders dan als het gaat om een boek wat nu uitgegeven wordt. Dus ik vind het prima, laat iedereen over alles schrijven. Het punt is meer waarom worden die boeken gezien, gehoord, uitvergroot, krijgen die een podium en andere boeken niet. Ja. Dat is meer, dan zou ik de vraag, dat zou mijn vraag zijn. Als het gaat om het toe-eigenen van andermans ideeën en arbeid. Ja, ik denk dat dat in elke context discutabel is. Dat het verder niks met identiteit te maken heeft of diversiteit of wat dan ook. Dat klopt. Geen credit geven aan de oorsprong van je ideeën of je voorgangers is niet chic. Maar er is een bepaalde mechanisme die in die discours, en ik weet zelf nog niet waar ik sta, om eerlijk te zijn, want ik vind niet dat ik overal een definitieve antwoord op moet hebben. Maar er is een bepaalde mechanisme in de discours die volgens mij ruimte openlaat, echt veel ruimte openlaat voor iemand zoals ik, om een boek te schrijven over een witte cisgender man bijvoorbeeld. Dat daar wel veel ruimte voor is. En zelfs die perspectief van een zwarte transschrijfster die zich een soort van...
ja, soort van die, dat zo'n personage gaat embodyen en daarmee dingen gaat doen en spelen, dat wel erkend wordt als hele legitieme kennisproductie misschien wel. Zie je dat ook wel? Of heb ik dit nou helemaal verkeerd bedacht dat ik zo'n boek gewoon zonder enige controverse zou kunnen schrijven? Ik ben er wel benieuwd naar. Ja? Ik ga het lezen. Ik heb erover nagedacht. Nee, maar goed. Ik heb nog 1000 vragen voor deze jonge vrouw. Maar ik kan me voorstellen dat jullie misschien ook wel wat opmerkingen of vragen hebben. Wij hebben daarvoor onze geweldige Camille van het Studium Gent-team, onze productiemedewerker, die daar een microfoon voor heeft. En die kan dus, als jullie een seintje geven, naar jullie toe lopen en jullie een kans geven om ook wat te zeggen. Wacht alsjeblieft niet weer op mijn oproep op aansporing, want ik kan eindeloos doorgaan. En zodra ik dit doe, zie ik jullie allemaal niet meer. Hè? Dus sein naar haar, als je denkt van, ik heb wel wat, ik kan bijna niks zien, sorry. Als jullie denken dat jullie wat graag zouden willen delen of vragen, dat kan, oké? Okay? Zijn er al meteen handen? Of gaan we op zijn Belgisch toch heel... Dit is wat in Nederland, hè, dan zeg je tijd voor vragen en dan is het meteen in België duurt het allemaal een beetje langer. Allemaal wat beleefder, denk ik. Maar schroom niet om richting Camille te wijzen en te signaleren, oké? Okay? Oké. Okay. Waar waren we gebleven? Dus die representatie, die identificatievraagstukken, die, zijn die nieuwe vraagstukken? Zijn die in onze... Want ik heb soms het idee dat het voelt alsof het bijna hele moderne nieuwe vragen zijn. Dat gaan we wel. Ik heb even geen antwoord. Ik zit na te denken. Ik moet denken aan dat boek, die essaybundel van S. Dreesten, die letterkundige, het vreemde vermaak dat lezen heet. Hij noemt een boek uit... 16e eeuw volgens mij, een soort eerste boek waar een ik-verteller wordt gebruikt en waarin maar dat fictie is en dat lezers dan naastig op zoek gaan naar waar die persoon dan is. Omdat dat idee van fictie nog niet helemaal, plus dat perspectief of dat die vorm van realisme nog niet ingeburgerd is. Nee, ik denk dat de vraag over representatie en de relatie tussen kunst en werkelijkheid totaal niet nieuw is. Totaal niet nieuw is? Nee. Oké. Okay. Toch? Maar in welke, maar want, ja, ik ben wel benieuwd of jij misschien daar gedachten over hebt, over waarom het nu in deze tijd zo ontzettend domineert, de vraagstuk like, rondom kunst. En, want ik heb het idee dat ik minder vaak hoor of controverse hoor over de kwaliteit van een bepaalde werk, over de waarheidsgehalte van een bepaalde gedachte-experiment rondom bepaalde ideeën, personages, perspectieven. Maar dat ik veel vaker hoor over identificatie en representatie. Ik sla de cultuurkatern van willekeurig kranten op en ik zie dat heel snel uitspringen van identificatie, representatie. Why does it feel so urgent nu? Ik denk dat het niet zozeer met literatuur te maken heeft als wel gewoon het politieke tijdperk waar we in zitten. En niet zozeer met de literatuur zelf. Er is natuurlijk, ik denk, elke golf van emancipatie, als je het zo wil noemen, veroorzaakt tegenreacties. Waarom lijkt het nu voortdurend over representatie en identiteit te gaan? Ja, het is natuurlijk ook een bliksemafleider voor heel veel andere dingen waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Ja. Of eigenlijk ook. En het is misschien ook een ontkenning van dat al die werken die zogenaamd niet over identiteit en diversiteit gaan, daar natuurlijk van doordrongen zijn. Hmm. Dus het idee van, dit boek met een personage uit de minderheid of geschreven door een schrijver uit de minderheid gaat wel over diversiteit, maar al die andere boeken niet. Hmm. Ik denk dat dat het grote probleem is. Hmm. De veronderstelling dat sommige boeken wel over deze onderwerpen gaan en andere niet.
Ja. Dat is echt totaal onzin. Ja, dat is totaal niet waar. Ja. Want ik denk ook, als ik zo. Want ik ben een beetje een fan van wat oudere Russische literatuur. Dus de Tolstoys, de Dostojevskis en zo. Daar kan ik heel erg van genieten. En ook daar vraag ik me eigenlijk altijd af: waarom ben ik zo gefascineerd en zo makkelijk, zeg maar. Word ik zo makkelijk gepakt door verhalen over allerlei adelheren en adelvrouwen en countess dit, duchess dat. Dat ik echt denk van. En Bridgerton, hè, bijvoorbeeld. Ik weet niet of je de Bridgerton craze hebt meegekregen van de laatste, van 2021. Maar dat ik ook daarnaar kijk en denk van, dit pakt mij. Of Downton Abbey of The Queen of zo. Het is zo klassiek dat van die grote, ja. Ja, elites, die verhalen, dat we daar zo lang en zo verbeten de essentie van ja, literaire vermaak of literaire kwaliteit, dat we daar dat zo uithalen. Terwijl het eigenlijk niet representatief is voor de wereld waarin we leven. Er zijn heel veel dingen om te zeggen. Er is natuurlijk, er zijn heel veel redenen om dingen te lezen. Niet iedereen wil de hele tijd soort slimme allegorieën en sluwe metafictie lezen. Ik bedoel, je wil ook heel vaak gewoon iets anders. Dat is één. Er zijn heel veel genres, want er zijn heel veel lezers en er zijn heel veel verschillende verlangens voor wat een tekst zou moeten beantwoorden. Ja, die tekst van klasse en een soort van dat smullen van dat oude wereld, adel en elite. Ik denk, ja, daar is waarschijnlijk ook een hele analyse van te geven wat dat wil zeggen. Waar het de klassieke Russische romans betreft, dat is natuurlijk ook een soort begin van de romankunst. Ook hoe die ontwikkeld werd in die tijd. En daar, ook daar zijn, ik las pas... dat er een verandering was in de copyrightrechten, waardoor de vertalingen van die Russische romans opeens de Europese markt, de West-Europese markt, overvloeide. Omdat het heel goedkoop was om die vertalingen te drukken en te publiceren. Dat was gewoon materiaal wat gratis beschikbaar werd door nieuwe copyrightrechten of auteursrechten. Okay. Dus er zijn ook soms van die hele banale redenen waarom een bepaalde genre, een bepaald soort boek, een bepaald mode of rage worden. Of voet aan grond krijgen. En heb je, dus misschien, dat bedenk ik me nu ineens, heb je het idee dat auteurs een zorgplicht of een zorgverantwoordelijkheid hebben jegens hun lezers? Of heb jij, ervaar jij die? Of neem je die aan? Zelf, als schrijfster. Ik heb hier nog niet over nagedacht, maar mijn eerste antwoord zou zijn nee. Nee? Om de simpele reden, ik bedoel, er is al best wel een grote barrière om een boek te lezen. Je moet het kopen, je moet het kiezen, je moet het openslaan. Het is niet iets, het is niet hetzelfde als een reclamespotje of een advertentie op straat. Het is best wel besloten op een bepaalde manier, of zo ervaar ik het. Dus in die zin maakt dat de zorgplicht lager, omdat, omdat er meer keuze is om er wel of niet mee geconfronteerd te worden. Ik denk dat er wel, er is geen plicht, maar wel verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, oké. Ja. Dus je kunt de verantwoording geroepen worden als je slecht schrijft, stereotyp schrijft. Iets pijnlijks schrijft, iets schrijft waarvan je zelf niet de consequenties hebt kunnen zien of overdenken. Daar kun je ter verantwoording voor worden geroepen. Maar dat is iets anders dan dat je van tevoren al een plicht hebt. Kan jij je voorstellen dat je ooit een boek publiceert waarvan lezers massaal... Dit alleen al. Dit alleen al. Massaal, ja. Ik denk niet dat ik ooit nee, schrijf waar lezers massaal ik denk het wel. Ik denk dat massaal gaan we dat lezen. Maar dat lezers massaal zeggen van, je hebt die verantwoordelijkheid geschonden. Of hoe zeggen, daar heb je niet aan beantwoord. Je hebt iets geschreven dat onwijs pijnlijk is, onwijs stereotyperend, onwijs schadelijk is. Een gedachte-experiment. Mm-hmm. Hoe zou jij dat ontvangen, die kritiek? Zou je zeggen van, nee... klopt. Goed dat jullie het weten. Haal het maar uit de boeken. Want als ik deze mensen zoveel schade heb toegebracht, dan I shouldn't have. I'm sorry. Ik heb die verantwoordelijkheid, neem ik serieus. Of zou je zeggen, nee, het is mijn
vrijheid van meningsuiting om ook te schade, beledigen, kwetsen, geweld aan te doen, so be it. Dit is een hele gemene vraag, hè? Als deze situatie ooit voorkomt, dan gaat iemand dat opnemen. Ik bedoel, het is helemaal hypothetisch in de zin dat ik niet denk dat ik ooit iets zal schrijven wat massale reacties opbrengt. Dat ten eerste, ten tweede. Of wat massaal lijkt, omdat ik 300.000 social media accounts heb aangemaakt. en een soort trollenleger ingezet heb. Nou, als het gaat om bewoording, ik bedoel, ik heb wel dingen geschreven waarvan ik denk van, oh, ik zou nu andere terminologie of woorden gebruiken, simpelweg omdat ik meer weet. Als ik dat kan veranderen, bijvoorbeeld omdat het een online publicatie is, dan doe ik dat. Mm. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik iets zou maken op het niveau van plot of subtekst, wat zo massale reacties zou teweeg brengen. Ik denk dat je daar ook best... Ja, nou ja, je hoeft ook weer niet zo je best te doen om te choqueren. Maar ik heb geen enkel intentie om te choqueren. Dus ja, ik kan me ook niet voorstellen dat ik dat zonder die intentie wel zou bereiken. Dat zou op zich een prestatie zijn. Mm. Wat zouden jullie daarvan vinden? Oh ja, ik ben benieuwd wat jullie denken dat we dat wel moeten doen, hè? Oh, we hebben nog tijd. We hebben nog 20 minuten of zo. Maar als je moe bent, hè, moet je dat even aangeven. Nee. Goedenavond. Dank u voor de heel mooie voordracht. En ook voor de heel interessante conversatie die op dit ogenblik plaatsgrijpt. Ik wou graag aansluiten bij het laatste wat jullie zeggen. De verantwoordelijkheid van de schrijver. En wat jullie daarover zeggen, roept bij mij de vraag op, maar houdt dat geen heel erge onderschatting van de lezer in? Als je zoveel verantwoordelijkheid legt bij de schrijver, ik denk dan aan wat Gilles Deleuze, de Franse filosoof, zegt, lezen is creëren. Het is de lezer die een universum creëert vanuit wat de schrijver geschreven heeft. En die schrijft, die... conglomereert, coaguleert universele zaken, de chaos die er is en die hij in begrippen vangt en in een syntaxis en in een verhaal. Maar het is toch, dat is het dan en dat is zijn werk gedaan. Heeft een schilder verantwoordelijkheid voor hoe de kijker, de observator, kijkt naar zijn schilderij? Ik weet het niet. Ik vind, ja, dat is voor mij toch een belangrijk iets, de plaats van de lezer. En ik vraag het ook vanuit, want ik ben ook gekomen naar deze lezing Literatuur en Zorg, omdat ik zelf samen met honderden anderen in Vlaanderen een leesatelier begeleid. Ik doe dat in de psychiatrie, maar dat gebeurt ook in de bibliotheken, dat gebeurt in armoedeorganisaties, in wachtzalen enzovoort. We lezen samen met een groep mensen een kort verhaal en een gedicht. Luid op. En het lezen gebeurt zo dat een stukje wordt gelezen en dan vragen we, wat denken jullie? Of wat doet dit met jullie? En dat gaat echt alle kanten op. En er is geen enkele interpretatie, goed of fout, of moreel beter dan de andere. Juist niet. Het opent een universum. En voor sommigen gaat dat over identificatie met iets, voor anderen gaat dat over het ritme van de tekst, of de stiltes, of de woorden die niet begrepen worden, of zo. Dat is toch een belangrijk iets, dat de lezer de literatuur doet, tot leven wekt. Mm-hmm. Ja. Gilles Deleuze zegt, lezen is liefde. Schrijven waarschijnlijk ook, maar lezen ook. Ja. Dat was mijn bedenking. Dank u wel voor uw bijdrage. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, ik ben het totaal mee eens. We moeten de schrijver niet overschatten en de lezer niet onderschatten. En sommige mensen lezen natuurlijk ook met het idee dat de auteur altijd al dood is. Omdat het helemaal niks uitmaakt wat hij deed, wilde of wat voor intentie hij had. Dat het de lezer is die de tekst maakt. Ik ben het
daar tot op zekere hoogte mee eens. Een ander is natuurlijk waar we het eerder over hadden, dat die teksten zelfs met dit idee van dat de lezer een grote, ja, laten we zeggen bijna de tekst, mede produceert, leest hij die natuurlijk niet in een vacuüm. En komt die tekst niet bij hem terecht in een vacuüm of haar. Dus in die zin is dat niet het enige, laten we het zo zeggen. Terwijl maar het is een belangrijk aspect. En het is ook een feit dat, ik ben het met u eens, dat lezers heel vaak onderschat worden. Ja. Absoluut. Ik moet wel daarbij zeggen dat ik heel vaak wel eens denk dat ik wel een beetje een hele passieve lezer ben. Want ik heb wel eens dat ik een hele boek echt van kaf tot kaf lees. Helemaal erin, alles geloof wat erin staat. Helemaal in mee. En pas later, dagen daarna, denk ik van, maar wacht even, daar ben ik helemaal niet mee eens. Want ik denk, als je, zeker ook met romanvorm, is er zoveel dat je kan doen als schrijver om een hele wereld en premisses, zeg maar, erin te laten sluipen die het verhaal dragen, je boodschap dragen. Het is echt een bit, in Engels noemen ze dat persuasive writing, hè? Dus dat je ook wel echt iemand langzamerhand overtuigt. En, dat pas, en dan word je daar naartoe soort van begeleid, tenminste dat ervaar ik. En dat ik pas aan het einde denk van nee, dit klopt allemaal, hier ben ik helemaal niet mee eens. En dan gaat er dan een hele nieuwe film in mijn hoofd van wat er allemaal gebeurde. En ik dacht van ja, maar dit klopt niet en dit is een rare premisse. Dus volgens mij is dat misschien voor de hele actieve... misschien zijn er gradaties tussen de actieve en de passieve lezers, laat ik het zo noemen. Ik zie heel wat commotie. Misschien wil iemand een bijdrage doen aan die kant van het midden van de zaal? Nee? Nee. Oké. Nog andere opmerkingen of vragen? Het hoeft allemaal niet zo eloquent te zijn als de Deleuzeaanse fan hier aan de rechterkant. Toeval. Het klonk heel mooi. Opmerkingen? Nee? Even kijken op de chat. Even refreshen. Want wij mogen. Het voorkomt ons zelden dat we voor 10 uur stoppen. Maar deze keer hebben ze ons expres gevraagd om wat eerder te stoppen. Want ik heb dat altijd beloofd, maar ik doe het nooit. Maar dit keer, als jullie echt geen vragen of opmerkingen of perspectieven nog willen delen, dan kan ik de technicus blij stemmen. En jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. En vooral jou bedanken voor je geduld. Dank voor de uitnodiging. Dank je wel. Ik hoop dat je vaker komt op Studium Generale uitnodigingen. Ik hoop dat je vaker met ons mee gaat denken. Want ik zat al te denken aan volgend jaar. Dank jullie wel, alle. Een hele fijne avond gewenst. En tot de volgende keer.